Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. De dikste wolken liggen op dit moment boven het midden en noorden van het land, boven het zuiden van het land zijn het laaghangende wolken waar de satelliet moeite mee heeft. Maar die zijn er wel en dat betekent een grijs en nevelig beeld in de ochtenduren. Temperaturen van zo'n 3 graden in het zuidoosten tot maximaal 7 in het uiterste noordwesten. Daar komt nog wel iets bij, in het uiterste noordwesten 8 of 9 graden, maar in het oosten doen we het met een graad of 5. Op de meeste plaatsen is het droog, een klein spatje motregen in het noordwestelijke kustgebied en misschien een opklaring in het zuidoosten. Maar verder is het rustig en saai grijs herfstweer. Vanavond gaat de temperatuur al omlaag in het binnenland naar 2 graden boven het vriespunt. Dan morgen een ander weertype, want het gaat regenen. De bewolking blijft overhand houden, temperaturen liggen overdag tussen de 6 en 8 graden. En in de namiddag gaat de wind draaien naar een noordwestelijke richting. Woensdag weer een nieuwe storing. Eerst een zuidenwind, in de avond een noordwestenwind. We beginnen de dag met opklaringen, dan gaat het regenen en laat op de dag misschien een winterse bui. Donderdag ook een winterse bui, vrijdag is het droog met wat zon en dan is het 4 graden overdag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.